Meteen na een bankbezoek worden beroofd van enkele duizenden euro's. Is dat toeval of niet? Maandagmiddag, 29 juni, even na 2:30. In Tilburg-Noord zijn twee zussen van 67 en 75 op weg naar het winkelcentrum Wagnerplein. De jongste van de twee loopt vanwege een evenwichtstoornis en een zicht van nog maar 20% met een rollator. De oogproblemen zijn de reden waarom ze nu samen met haar zus aan de wandel is. De dag erop wil de vrouw namelijk prijzige apparatuur gaan aanschaffen die haar zal helpen om beter te kunnen zien. De zussen gaan voor een cash geldopname van enkele duizenden euro's naar een filiaal van de ING-bank in het winkelcentrum. Na ruim een kwartier is het geld op zak en kunnen ze weer terug naar huis, de Mozartlaan. De twee jongens die bij de vrouwen in de lift stappen, kennen ze niet. Maar argwaan hebben ze niet. In de 16 verdiepingen tellende flat wonen honderden mensen. Beleefd maken ze een praatje. Het lijkt erop dat de jongens precies weten dat de oudste zus het geld bij zich heeft. Heel precies wordt alleen bij haar dat geld weggenomen. Ja, meneer Van Hooijdonk, dat kan toch eigenlijk geen toeval zijn, die beroving? Nee, ook wij gaan ervan uit dat die daders hebben geweten dat die vrouwen rondliepen met zoveel geld op zak. De vraag is alleen hoe zij dat wisten. Nou, we hebben bij die zussen navraag gedaan, maar zij hebben onderweg naar huis alleen over het weer gesproken. En zeker niet over de opname van dat grote geldbedrag. Dus het kan niet door iemand tijdens die wandeling opgevangen zijn. Ja, en er is eigenlijk nog maar één mogelijkheid, dat iemand ze bij die bank in de gaten gehouden heeft. Het was die maandagmiddag 29 juni toen het gebeurde ook behoorlijk druk bij die bank in dat winkelcentrum Wagnerplein. Ja, dat klopt. Maar er hoeft maar één kwaadwillende persoon, of misschien in dit geval twee, op het idee gekomen zijn toen hij zag dat die mensen dat geld opnamen en hen naar huis achtervolgd heeft. Nou, ontzettend laf. We zoeken twee daders. Wat weten we van hem? Ja, het gaat om twee vrij jonge mannen, zo tussen de 18 en 20 jaar. Ze hebben allebei een licht getinte huidskleur en een normaal postuur. Ze hadden zwart haar, kort, opgeknipt. Nou, de een was rond de 1,70 meter, de ander iets langer, rond de 1,80 meter. En die leek wat slungelachtig. En die lange dader, die droeg een korte broek. Nou, ze zijn de Tilburgse Mozartflat waarschijnlijk binnengekomen via de hoofdingang door met die dames mee te lopen, die dat zelf overigens niet in de gaten hadden. En ze hebben die flat weer verlaten langs de achterkant via een nooddeur. Ja, en het was mooi weer die maandag 29 juni. Verschillende mensen zaten 's middags rond 3:30 in hun tuin op een balkon en hebben toen de daders zien vluchten. De jongens rennen over het grasveld achter de flat naar de Mozartlaan en het voetpad op van de Van Vlotostraat. Het is dan ongeveer 3:30. En uiteraard hoort u heel graag van mensen die ze misschien toen ook hebben gezien. Ja, misschien zijn die daders die middag opgevallen toen ze die dames dus achtervolgd hebben op weg naar huis. Nou, die vrouwen die zijn gelopen vanaf het Wagnerplein richting de Mendelssohnstraat, toen de Frans Liszt-straat, de Mozartlaan en vervolgens over de parkeerplaats naar de Mozartflat. Misschien zijn die straatrovers wel opgevallen toen ze daarna wegrenden. Mede door de route die zij namen sluiten wij niet uit dat ze daar bekend zijn in de buurt, dus onmogelijk wel zelfs vandaan komen. En als ze nou inderdaad die oudere zussen hebben bespied in de bank, dan hoopt u dat dat ook daar is opgevallen? Ja, we willen echt graag in contact komen met bezoekers van die ING-bank aan het Wagnerplein, die zo tussen 3:15 en 3:00 die maandag 29 juni daar geweest zijn en waar we nog niet mee gesproken hebben. En die is mogelijk die daders daar in of bij de bank gezien hebben. Het zijn best jonge daders. Kan ook wel zijn opgevallen dat ze sinds die overval behoorlijk wat geld hadden. Ja, samen dus enkele duizenden euro's. Nou, dat kan mensen in hun omgeving zijn opgevallen die daar tot op heden misschien niet bij stilgestaan hebben. Maar met deze informatie wel. Nou, als ze dat is opgevallen, dan horen we dat heel graag. Vermoedt u wie die twee zussen beroofd in een flat aan de Mozartlaan in Tilburg-Noord? Bel dan.